Sander van der Streek, zojuist de oefenwedstrijd tegen Sparta gespeeld. 2-4 verloren. Wat zegt deze wedstrijd ons? Het is uiteindelijk een test geweest natuurlijk. We moeten zometeen weer beginnen aan de competitie. Ik denk dat Sparta ons goed bespeeld heeft. Wachten op het moment dat wij de fout maakten. Ik moet zeggen, wij hadden wel het positiespel, maar zij hadden de kansen. Dus vooral de eerste helft. Dus daar moeten we wel aan gaan werken dat we in ieder geval zuiver blijven in de passing. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ik kwam de tweede helft kwam ik erin. Het is wel lekker als je scoort dan. En veel tweede ballen pakt. Ik heb zelf wel goed gevoel aan de wedstrijd overgehouden. Nog een assist op Dominique. Dus persoonlijk natuurlijk moeten we die wedstrijd, wil ik liever dat we winnen. Maar ik heb er niet voor mezelf niet een heel slecht gevoel aan overgehouden. Nee. Nog even over die assist van jou. Heerlijke bal op Dominique. Zag je hem komen? Ik zag hem bij de tweede paal dat hij daar ongeveer moest uitkomen. Omdat hij op volle snelheid lag. En ik trap die bal precies op zijn voet. Dus dat is een lekker assist. Hoe is het om in dit stadion te spelen? Ja, ik heb het liever dat die dan vol is. Maar het is wel een groot stadion. Het ziet er wel heel mooi uit. Helaas, het veld niet zo heel goed. Dat is allemaal losse stukken en zacht veld. Dus Maar goed, dat is ook weer een leuke test en dan moeten we ook op dat soort velden moet je uit de voeten kunnen. Heeft de groep, en jij natuurlijk ook, stappen gemaakt deze week? Ja, dat denk ik wel. We hebben heel hard getraind. Ik vind dat het niveau weer een stapje omhoog is gegaan met iedereen. Wat ik net zeg, we hebben hard gewerkt, maar ook met kwaliteit. Dus de partijspelen die we hadden gedaan, gingen op scherps van de snede, maar... Ook goed gevoel had. Dus ik ben heel erg tevreden over deze week. Ja. We staan hier met Matt Dijkstra, net na de wedstrijd tegen Sparta. Hij onderdrukt hem even, maar volgens mij heb je een hele grote smile zo net. Het is wel een lekkere uitslag en voor ons een hele lekkere wedstrijd, denk ik. En het was ook leuk om al die jongens weer te zien. Dus al met al een prima dag voor mij. Hoe gaat het verder met je? Tot nu toe goed, persoonlijk ook wel en met het team ook. Dus alles is positief op dit moment rondom Sparta en daar ben ik wel blij om. Heb je nog veel contact met oud-ploeggenoten van Cambuur? Geregeld eigenlijk sowieso elke week wel. Met een aantal jongens die spreek ik nog regelmatig en hebben we laatst in de winterstop nog even met elkaar gegeten. Dus dat contact dat is wel warm gebleven en daar ben ik ook wel blij om. Dat vind ik heel mooi. Welke spelers kunnen vanavond nou een appje verwachten? Ik ga het eerst aan Bob en Wout vertellen en daarna ga ik Harm, Erik en Barto en zo allemaal even jennen. Dus dat is wel even leuk. Jullie gaan lekker met Sparta, hè? Ja, we staan nu eerste, 5 puntjes los. En we hopen nu een basis gelegd te hebben op trainingskamp voor een nog succesvollere tweede seizoen zelf. En dan hopen dat we het af kunnen maken. Zien we jou volgend jaar weer in Leeuwarden spelen met Sparta? Ik hoop het. Ja, want dat zou betekenen dat beide Eredivisie spelen, hè? Ik hoop natuurlijk dat Cambuur erin blijft. Zo simpel is het ook. En dan met Sparta erbij. Dat worden dan nog mooiere potjes dan deze. Dan zien we je volgend jaar. Ik hoop het.